Misschien is het goed als Sabia even contact opzoekt met Weekend. Want Weekend weet dus duidelijk wel waar Touria zit. En dan kan ze alsnog die aanklacht naar Touria opsturen. Ja, dames en heren, ik ben blij dat u kijkt, want we hebben ontzettend veel te bespreken deze week. Ik weet niet of u de soap nog herinnert tussen Sylvie Meijs en Sabia Boularus. Maar daar is een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd in de naam van Touria Houd. Mm-hmm. Een model, zo kennen mensen haar waarschijnlijk. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen haar toch wel kennen als de derde vriendin. Zij is, dat klinkt een beetje onerbiedig, maar het is gewoon wel zo. Zij is heel lang een goede vriendin geweest met Sylvie. Ze is ook heel lang goede vriendin geweest met Sabia. En in de hele rel rondom Sabia heeft natuurlijk geïmpliceerd dat Sylvie gelogen heeft over kanker. Dat is best wel heftig geworden. En Sylvie die dreigt nu met rechtszaken. En Touria die heeft de kant van Sabia gekozen. Dat lijkt in elk geval zo, want zij heeft ook gezegd van sommige mensen lijken wel heel ver te gaan voor de aandacht. En ja, dat zou dan op Sylvie wijzen. Maar in Weekend vertelt ze nu dat ze zich totaal afzijdig wil houden van deze ruzie. Ja, aan de andere kant zegt ze wel, Sabia was er voor mij tijdens mijn scheiding. Ja. Dus andersom is dat ook zo. Dus eigenlijk zegt ze niks, maar... Ze kiest wel kamp Sabia, ja. En het is wat vooral heel opvallend is aan dit stuk, is Sylvie die heeft dus gezegd van, ik kom met een advocaat en ik ga ze allemaal aanklagen. Sabia heeft al een aanklacht opgestuurd. Ze heeft naar de zender waar Sabia die uitspraak heeft gedaan, heeft ze een aanklacht opgestuurd. Maar naar Touria lukte het nog niet, want Touria was nergens te vinden. Zij zegt er ook helemaal niks over, over die aanklacht. Nee, ja. En dus misschien is het goed als Sabia even contact opzoekt met Weekend. Want Weekend weet dus duidelijk wel waar Touria zit. En dan kan ze alsnog die aanklacht naar Touria opsturen. Ja, nog één klein dingetje nu we het toch over Touria hebben. Ze is gescheiden van haar man, maar heeft er nu een nieuwe voetballer aan de haak geslagen. Dus ze wordt toch een wag, een voetbalvrouw, zoals die andere twee. Ja, zoals haar voormalige vriendin. Ja, is ook zo. Ja, er is wel een klein verschilletje in. Deze is 16 jaar jonger dan Touria zelf is. Dus ze vergelijkt zichzelf nu al met Heidi Klum, want die heeft tenslotte, die is ook model. En die heeft ook een jongere ook een vriend. Ja. Wat een gedoe. Sorry. Ja, en dan nieuws uit Nederland. Een van de grootste televisiecorypheeën van ons land, Irene Moors. Je haat er of je houdt van haar. Die stopt er misschien mee bij SBS. Ja, Story schrijft deze week. Ze hebben een interview met haar gedaan en ze vertelt daar van, ik heb misschien wel mijn kruid verschoten. Irene is natuurlijk een paar jaar geleden is ze van RTL naar SBS gegaan. En bij RTL was ze echt een icoon. Ze presenteerde daar Telekids. Ze deed daar van alles en nog wat samen met Carlo Boszhard. En op een gegeven moment zei ze zelf van, ik kan niet meer alles doen wat ik wil bij RTL. Ik ga naar SBS. Ik kan me herinneren dat Erland Goljaard, als ik het goed zeg, die heeft ooit beloofd, zolang ik hier werk, heeft zij een baan. Ja. Dat is dus niet zo geweest. Dat ligt een beetje in het midden. Maar zij is op een gegeven moment weggegaan bij RTL en ze is naar SBS gegaan. Daar heeft ze allerlei programma's al meteen heel snel is ze gaan presenteren in bed met Irene. Ze heeft Topper gezocht, gepresenteerd. Nou, van alles en nog wat. Precies, alleen maar Irene Moors. Ja. En ze zegt nu zelf, misschien was dat wel te veel tegelijkertijd. En haar contract loopt bijna af. Aan het begin volgend jaar is het klaar, haar contract. Ja. En, er zijn geen draaidagen meer tot die tijd. Nee, heeft ze geen opnames meer. Story heeft geprobeerd een reactie te krijgen, ook van SBS. Die hebben daar niet op gereageerd. We hebben zelf ook even gebeld met SBS. Bij ons reageerden ze wel. Ik heb geen concreet antwoord kunnen krijgen of er echt geen opnames meer zijn tot het einde van het jaar. Maar wat ze in elk geval hebben gezegd is dat ze geen uitspraken doen over contracten van mensen. Dus het klopt dat contract afloopt, dat weten we allemaal, want we hebben gewoon kunnen zien tot wanneer dat loopt. Maar of dat contract weer verlengd gaat worden, dat blijft gewoon in het midden liggen. Dus... De enige die het weet is John de Mol. Ja, I guess. Irene Moors weet het zelf ook nog niet. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel Lara weer voor deze week. U ook bedankt voor het kijken. Dit was hem weer. Volgende week zijn we er weer. Hopelijk. Tot dan.